Wat is de grens tussen behandelen en overbehandelen? Welkom bij Uitgelicht Analyse. Goedenavond. Wanneer we midden in het leven staan, kunnen we onverwachts te maken krijgen met medische kwesties. Maar hoe ga je daarmee om en kun je je ook hierop voorbereiden? In de studio cardioloog Harriette Verwij en anesthesist Paul Lieversen. Beide van harte welkom. Om met u te beginnen, mevrouw Verwij. U bent cardioloog in rusten, zoals het dan zo mooi heet. Wat houdt dat in, cardiologie? Cardiologie, nou daar gaan wij dus over alle aandoeningen die met het hart te maken hebben. Mm-hmm. Zowel aangeboren als verworven. Ja. Het grootste deel van de problemen is verworven natuurlijk. Want hart- en vaatziekten zijn een verouderingsziekte. Ja, hoe heeft u in de tijd gekozen voor dit vak? Ik heb voor dit vak gekozen omdat het en dynamisch is, acute situaties die je zoals hartinfarct, die je direct moet oplossen. Maar ook... De meeste mensen, eenmaal een hartaandoening, blijven ze hartpatiënt. Ja. Dat je mensen jarenlang mag begeleiden dus en helpen. Je bouwt echt een band op. Je bouwt op een band mee op. En het vak is enorm in beweging, zeg maar. En iedere keer komen er nieuwe dingen, waardoor je weer meer opties hebt voor een patiënt met een hartprobleem. Meneer Lieversen, u hebben we ook vorige week in de uitzending gehad. U bent anesthesist. Wat doet een anesthesist? Ja, een anesthesist zorgt voor een patiënt rond operaties, vanaf het begin tot en met het eind. Ik werkte in een ziekenhuis voor patiënten met kanker. En daarom was mijn werk ook wat breder. Om ook op de intensive care en op de operatiekamer te werken. Ja. Maar ook pijnbehandeling en palliatieve zorg. Ja. Waarom heeft u voor dit vak gekozen? Ja, ik werd als student christen. Als 20-jarige student. En dat gooide heel veel dingen op zijn kop. Ook mijn denken over mijn toekomst. Ja. Ik wilde graag in het buitenland kunnen. Om als zendingsarts te kunnen werken. Of ontwikkelingshulparts te kunnen worden. Mm-hmm. En ik dacht, nou, met dit vak kan je bijna overal zinvol bezig zijn. Ja, nu gaan we het in het komende half uur hebben over het thema Midden in het Leven. Een serie over medisch-ethische kwesties. Waar kunnen we in ons leven allemaal tegenaan lopen als het gaat om medisch-ethische dilemma's? Wat mijn vakgebied aangaat is natuurlijk... Kijk, je kunt tal van hartproblemen hebben. Van een acute situatie, een hartinfarct, een levensbedreigende hartritmestoornis. Maar ook iets als hartfalen, waar zeg maar... wij kunnen mensen tegenwoordig zo goed behandelen, maar ze blijven wel de meeste gevallen met een gemankeerd hart doorleven. Ja. En geleidelijk aan ontwikkelen ze hartfalen, wat toch een toenemend probleem is. Dan loop je dan tegenaan van, nou ja, waar ligt de grens? Hoe ver gaan we? We kunnen heel veel. We kunnen mensen speciale pacemaker ICD geven, waar de pompfunctie ondersteunt, het dodelijke ritmestoornissen zelf reanimeert. Ja. Harttransplantatie is er, steunhart is er. Dus De behandelopties zijn, ik wil niet zeggen ongelimiteerd, maar die zijn wel legio. Heel erg veel. Ja, meneer Lieversen, we hebben het in al een heleboel afleveringen over medisch-ethische kwesties, waardoor je bijna gaat denken van ja, hebben we er überhaupt wel controle over? Hoe kwetsbaar is de gezondheid van ons mensen? Nou, die blijkt heel kwetsbaar te zijn. Mm-hmm. Niet alleen de aandoeningen die mevrouw Geuzen het noemt, maar ook een beroerte die iemand overkomt, of een ongeval die je overkomt waar je op weg bent naar een feestje, of kanker die je overkomt. Ja, klinkt een beetje raar misschien, maar ook mensen die hun hele leven gerookt hebben, om dan een beetje diagnose te horen, dat hoesje wat u heeft, dat zou wel eens longkanker kunnen zijn. Ja, dan gebeurt er van alles in je leven. Ja. En daar zijn mensen niet zomaar op geprepareerd. Nee, en dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die dan in het ziekenhuis komen, misschien gepland, misschien totaal onverwacht. Hoe is dat voor mensen om dan opgenomen te worden in het ziekenhuis? Bijna niemand is daar echt op voorbereid. Ook als je hierover nagedacht hebt. Ik heb er zelf ook over nagedacht. Toch beeld ik me niet in dat als het mij zoiets overkomt, dat ik heel goed weet dat hoe u te reageren. Voorbereid bent. En dat ik dan de situatie meester ben. Ook dan zal ik advies nodig hebben van mijn naasten, van mijn arts die ik vertrouw, van verpleegkundigen die ik vertrouw, een collega die ik opzoek. Ja, zeker. Ja, als we het hebben over een ziekenhuisopname, welke medisch-ethische kwesties komen daar dan om de hoek kijken? Ja, dat zijn er best heel veel. Mm. Dat zijn zeker de vragen ook waar u de uitzending mee begon. Over wel of niet behandelen. Ja. Is dit een aandoening waar een zinvolle behandeling voor bestaat, zonder al te veel bijwerkingen? Ja. Of die niet al te duur is? Praten we ook over in Nederland. We hebben kort geleden gezien dat een bepaalde nieuwe behandeling, gentherapie, voor kinderen met een bepaalde spierziekte vergoed gaat worden. Ja. Kost wel iets van 2 miljoen per kind. Enzovoort. Dat is ook een dilemma. Dat zijn allemaal dilemma's die spelen. Ja. Ja. Mevrouw Verwij, mag een patiënt een opname weigeren?
Ja, de patiënt is de baas over zijn lichaam. Mm-hmm. Dus die mag een opname weigeren. Wij doen er dan alles aan om die patiënt te overtuigen, als het tenminste zinvol is, om zich toch te laten opnemen. Heeft u het wel eens meegemaakt in uw praktijk? Oh ja, ook bij acute situaties. Hè, dat zo'n patiënt binnengebracht wordt en dat die patiënt zegt, nou is fijn wat jullie allemaal gedaan hebben, maar ik wil dit niet. En dan moet die patiënt wel tekenen dat die zich aan de behandeling heeft onttrokken. Maar in Nederland mag een patiënt een behandeling weigeren, maar we zullen er, als er een zinvolle behandeling mogelijk is, er alles aan doen om met de patiënt en de naasten en de huisarts, en niet te vergeten, die vaak de patiënt natuurlijk heel goed kent, of beter kent, in ieder geval beter dan een specialist. Om dat te bespreken en erachter te komen waar de aversie is van de patiënt. Soms is het alleen maar angst. Mm-hmm. Hè, als je iemand dan kunt overtuigen en uitleggen wat die behandeling inhoudt, wat die patiënt kan verwachten, wat eventuele complicaties zijn, dat iemand beter geïnformeerd een weloverwogen besluit kan nemen, dan veranderen ze wel eens van mening, maar die patiënt heeft het primaire recht om die te weigeren. Die mag het weigeren. En mevrouw Verwij die zegt, soms gaat het om angst. Is dat eigenlijk meestal het geval? Ik ben blij dat zij het zelf ook zei. Mm-hmm. Dat was inderdaad wat ik ook vaststel. Mm-hmm. Het is veelal de onbekendheid van het zou kunnen gaan gebeuren. Ja. En in wiens handen val ik dan? Mm-hmm. En ben ik dan nog wel de baas straks tijdens een operatie? Ik kan niet eens zelf meedenken. Nee, je bent onder narcose in veel van de gevallen. Moet ik wel of niet daarna naar de intensive care? En hoe gaat het dan toe? Ja. En stel, het gaat niet goed. Ja. Wie zorgt er dan voor mij? En wie maakt dan beslissingen namens mij? Ja, dat zijn zaken die bij goede uitleg aan bod mogen komen. Ja, want wat zijn nog meer hoe zeg je dat? Dingen waardoor patiënten kunnen zeggen van, nou, voor mij hoeft die behandeling niet. Ik wil niet in het ziekenhuis. Nou, het kan ook zijn dat iemand erover nagedacht heeft en vaststelt, ik heb een leeftijd en ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat. Ik hoor nu van een behandeling. Ik hoor ook dat de kans groot is dat ik er niet goed uitkom. Mm-hmm. Of dat ik er misschien wel uitkom, maar dat ik dan naar een verpleeghuis zou moeten. Ja. In plaats van rustig naar huis gaan. Ja. Misschien is het wel beter voor mij om gewoon naar huis te gaan en te zien waar het schip strandt. Is het heel vaak een soort van kansberekening? Van, nou, de kans dat ik genees is zo groot, de kans dat ik in een verpleeghuis kom is zo groot. Het is zelden een kansberekening. Ja, mensen denken niet in procenten. Nee. Als iemand krijgt te horen, u heeft 5% kans, denken ze, oh, ik heb kans. Ja. Als mensen te horen krijgen, nou, de kans is groot dat het nu haalt. Maar mensen kunnen niet in kansen rekenen. Nee. Ik praat ook nog met patiënten over kansen. Ik zeg ook altijd tegen ze, weet u, ik kan wel tegen u zeggen dat de kans dat het goed gaat 90% is. Ja. Maar als u in die 10% valt, heeft u wel 100% ellende. Ja. De ellende komt niet in maar 10%. En daar moeten mensen ook op voorbereid zijn. Dus ik leg ze altijd uit dat percentages eigenlijk een valse geruststelling is. Ja. Het gaat om hoe groot zijn, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de bijeffecten van die behandeling en hoe verwachten wij dat u hieruit zal komen, ook als de weg lang wordt. Ja, laten we het hebben over uw vakgebied. U bent cardioloog. Wat gebeurt er met een persoon wanneer die getroffen wordt door een hartstilstand? Wanneer patiënt, nou, het hangt er vanaf waar die persoon natuurlijk is. Hè? Vooropgesteld dat de meeste hartstilstanden buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Ja. Daarbij natuurlijk heel erg afhankelijk van of omstanders kunnen reanimeren. Mm. Ik bedoel, stel voor dat je in de winkelstraat neervalt. En dan is het erg belangrijk dat er omstanders kunnen reanimeren. Ja. Het gaat gelukkig goed in Nederland omdat steeds meer mensen kunnen reanimeren. Eerste hulp kunnen verlenen. En wat ook natuurlijk heel goed werkt is dat we in Nederland op steeds meer plaatsen zo'n defibrillator hebben hangen, een AED. Ja, om te kunnen helpen. Ja, zeker als mensen, zeg maar, de politie is er meestal het snelste bij, iets sneller dan de ambulance. Maar in principe moeten ze binnen 10, 15 minuten ter plekke zijn. Ja. Je bent afhankelijk van de omstanders. En dat gaat steeds beter. Steeds meer mensen kunnen het overleven. Want zelfs al op de middelbare scholen krijgen de kinderen tegenwoordig les over reanimeren. Ja. Dus het Nederlandse bevolking is beter voorbereid. Hoe vaak komt het voor, een hartstilstand of een hartinfarct? Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Een hartstilstand, als de getallen van de Hartstichting zeggen dat 17.500 mensen vorig jaar, dus 17.500, vorig jaar getroffen zijn door een hartstilstand. Dat zijn de geregistreerde dingen buiten het ziekenhuis. En die getallen weten we. Kijk, als iemand in het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, is het meestal, de patiënt is opgenomen voor welke aandoening dan ook, en die wordt dan getroffen door een hartstilstand. Dat is een complicatie, maar kan ook een op zichzelf staand iets zijn. Dat is wat minder duidelijk in
aantallen geregistreerd. Ja. Mag ik daar iets op reageren? Want inderdaad, precies wat Margeuze ook al zegt. Er is toch een verschil tussen een hartstilstand wat een hartkwaal is, een ritmestoornis bijvoorbeeld, die opeens iemand overvalt. Ja. Wat zelfs bij een jong iemand op het sportveld kan gebeuren. Zo iemand is succesvol te reanimeren. Ja. Ja. Met iemand die dat geleerd heeft op een HBO-cursus of op school of waar het maar. Dat is toch wel anders dan wanneer iemand in het kader van een chronische ziekte, de veroudering, dat iemand op een gegeven moment dat het niet meer geweldig gaat. Ja. En dat daarbij ook niet alleen de nieren het niet meer goed doen, maar bijvoorbeeld ook het hart op een gegeven moment. Ja, maar zou je ook kunnen zeggen dat dan ook gekeken wordt naar de algemene toestand van iemand? Het is iets acuuts. Mm-hmm. Dus een acute situatie, wat ik al zei, de meeste dingen vinden op straat plaats. Yeah. Daar heb je daar geen medisch dossier, dus dat kun je niet beoordelen. Nee. Maar wanneer iemand, laten we zeggen, die persoon is opgenomen voor een heupoperatie of zo. En die wordt, dat wat vaker bij oude mensen voorkomt. En die krijgt om wat voor reden dan ook een hartstilstand en moet gereanimeerd worden. Dan kijken we naar een andere situatie. Dan heb je medisch dossier. Overigens, in alle ziekenhuizen in Nederland, bij een opname wordt aan de patiënt gevraagd, wilt u gereanimeerd worden en tot hoever wilt u dat het gaat? Ja. Je kunt zeggen, ik wil wel gereanimeerd worden, maar ik wil niet naar de intensive care. Ja, daar gaan we zo meteen nog verder over doorpraten. Maar dat ligt dus al direct bij de opname vast en dan is duidelijk waar die patiënt, waar die goed bij kennis is, wat de behandelwensen van die patiënt zijn. Ja, gaan we nog even over de deel van uw vraag, een hartinfarct, dat is niet een hartstilstand. Mm-hmm. Een hartinfarct is dat er een plotselinge afsluiting van een bloedvat van het hart ontstaat, waardoor een stuk spier geen bloed meer krijgt en dreigt af te sterven. En dan gaat het erom dat je zo snel mogelijk het bloedvat weer open krijgt. En dat is het dotteren, wat we noemen. En dat je met een ballonnetje het vat weer open krijgt en de bloedtoevoer herstelt. Ja, helemaal duidelijk. Over de reanimatie komen we zo meteen nog terug. Maar wat moet je doen wanneer iemand in de buurt een hartstilstand krijgt? Germa van der Wal geeft reanimatiecursussen en wij gingen bij haar langs tijdens een cursusmiddag. Nou, het is heel erg belangrijk om te kunnen reanimeren, omdat elke seconde telt. Dus op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt en jij staat daarnaast, dan is het fijn dat je echt gewoon direct je handen neerzet en begint met de reanimatie. Dat je zorgt ervoor dat alle organen gewoon weer zuurstof krijgen en dat er geen schade optreedt. Ja, en als je niet weet wat je moet doen, gaat er dus gewoon echt tijd verloren. Ik ga in het verlengde van de schouder zitten, goed bij het bovenlichaam. Eén hand naar voren, de andere eroverheen. Loodrecht erboven en daar komt hij. Ziet het ook aan iemand. Grauw. Iemand ziet er gewoon uit dat hij overleden is. Iedereen die dat wel eens een keer heeft gezien, ziet gewoon dat er geen leven meer in zit. Je weet eigenlijk gewoon direct, dit is iemand met een hartstilstand. En dat is natuurlijk heel vaag wat ik nou zeg. Maar iedereen die ik in de afgelopen jaren gesproken heb, en ik heb natuurlijk zelf ook al twee keer gereanimeerd. Ja, je weet het gewoon meteen. Je weet gewoon meteen, dit is een persoon zonder ademhaling. Ik ben een reanimatiecursus gaan volgen omdat het aangeboden werd op mijn werk. Er is ooit een verhaal op het voerveld wat zich heeft afgespeeld waarin niemand op het veld aanwezig was om de betreffende persoon te reanimeren. Dat is heel frustrerend. Ik wil dat voorkomen. Ik wil dat ik ten alle tijde de mogelijkheid heb om dienstbaar te zijn. Stel dat je niet gereanimeerd wil worden of je weet bijvoorbeeld van ouders, opa en oma's die niet gereanimeerd willen worden, praat daarover en laat zij dat vastleggen in de vorm van een document. En zorg er ook voor dat dat document op een plek ligt wat grijpbaar is. De persoon zelf moet aangeven en vastleggen dat hij niet gereanimeerd wil worden en het moet duidelijk zijn. Als burgerhulpverlener zijn er geen gevolgen op het moment dat jij start met een reanimatie terwijl iemand niet gereanimeerd wil worden. Er zitten ook geen gevolgen aan als leekhulpverlener die een reanimatie start en of wel start of niet start. Het maakt eigenlijk allemaal geen bal uit. Wij worden daar niet voor vervolgd of zo. Ik heb één keer een reanimatie moeten doen. Dat was op het hockeyveld. Een meisje stortte naast me, stortte in elkaar. Achteraf bleek dat ze een hersenbloeding had. Je start een reanimatie natuurlijk om iemand, om iemand in leven te houden. Dat is helaas niet gelukt. Het is bijna een jaar geleden. Er is geen dag dat ik er niet bij stilsta. En dat is niet altijd, dat is niet altijd vervelend. Want nogmaals, ik ben blij dat ik iets heb kunnen doen, dat ik iets heb kunnen betekenen. Zeker in de laatste minuten van iemands leven. Dat ik daar een positieve bijdrage heb kunnen leveren. Maar het is niet. Het is best ingewikkeld. Het is niet eenvoudig. Maar toch bijzonder. Op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt, dan komt dat ergens door.
En als dat bijvoorbeeld een groot infarct is of een grote hersenbloeding, dan kunnen wij reanimeren wat we willen, maar die persoon komt te overlijden. Daar kunnen wij met een reanimatie niets aan veranderen. Jij hebt gedaan wat je kon doen. En je moet je ook realiseren dat op het moment dat iemand op de grond ligt, dat wij niet aan de buitenkant kunnen zien wat er aan de binnenkant kapot is. Daar zijn wij ook niet voor. Wij zijn leekhulpverleners. Wij starten gewoon de reanimatie. Maar heel vaak moet er eerst iets gebeuren en dan pas zien mensen de noodzaak van de reanimatie in. Ik heb middels mijn reanimatie die ik heb moeten doen ook van anderen teruggehoord die het ook frustrerend vonden dat ze niks hebben kunnen betekenen. Die hebben daar ook misschien wel trauma's aan overgehouden. Ik denk dat mensen niet moeten wachten op het moment dat het fout gaat in hun omgeving. Dat ze gewoon nu moeten besluiten, jongens, ik pak die 4 uur in het jaar om de basiscursus te doen en daarna elk jaar gewoon 2 uur op herhaling. Wees er gewoon klaar voor op het moment dat het zover is. Meneer Lieversen, reanimatie is niet alleen van grote impact op de patiënt zelf of degene die een hartstilstand heeft, maar ook degene die het uitvoert eigenlijk. Hè? Ja. Wanneer heeft de getroffene het meeste kans om zoiets te overleven? Dat degene met hartstilstand het wel overleeft. Ja. Nou, precies wat in het filmpje aan bod kwam. Direct beginnen met de reanimatiepoging. Ja. Ja. Ik gebruik altijd het woord reanimatiepoging. Mm-hmm. Ik hou er altijd het is geen garantie, zegt u? Nee, dat is geen garantie. Nee. En de kans op succes is heel groot bij de aandoeningen waar men net over gesproken heeft. Ja. Dat is wel zo. Ja. Maar er is ook een aantal mensen die niet goed uit zo'n reanimatie komt. Mm-hmm. In de zin van dat het hart niet goed op gang te krijgen is. Of, wat ook heel naar is, dat het hart wel op een bepaalde mate weer zijn werk gaat doen. Ja. Maar dat bijkomende schade is gekomen, bijvoorbeeld van de hersenen. Ja, want mevrouw Verwij, hoe lang kun je blijven reanimeren als iemand daar ligt? Nou, het hangt er vanaf of de circulatie tussen, want soms komt de bloedsvoorziening, de bloedstroom wel kortdurend op gang. Mm-hmm. En dan schiet die persoon weer in een dodelijke ritmestoornis. Dus je kunt wel doorgaan en in principe, neemt de ambulance die arriveert. En dat zijn super gespecialiseerde mensen, die ambulanceverpleging. En die brengen de patiënt naar het ziekenhuis. En daar in het ziekenhuis wordt natuurlijk de reanimatie overgenomen. We gaan door, we maken een echo van het om te kijken, wat doet het hart als wij niet masseren? Blijft hij stilstaan? Je wordt ook bloed afgenomen, dus je kan ook zien wat voor schade hebben de andere organen ervan. Ja. En pas daar kun je eigenlijk kun je besluiten. Ja. Deze kun je niet op straat beslissen of het nou een leek is of de ambulancebroeder van, we stoppen hier, we doen niks meer. Nu werd in de reportage ook al kort gesproken over als je niet gereanimeerd wil worden. Sommige mensen geven aan dat ze dat liever niet willen. Moet dat ten allen tijde geaccepteerd worden? Het is de wil van de patiënt. En die heeft het op laten tekenen of zelf opgeschreven op het moment dat hij goed bij zijn of haar verstand was. Dus dat is bindend. Alleen denk ik, als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis en die heeft zo'n verklaring en de opname betreft een ingreep met een hoog risico, dan moet je daar toch wel een goed gesprek over voeren. Of je überhaupt dan die ingreep gaat ondergaan. Ja. Met de kans dat je natuurlijk in een hartstilstand terechtkomt. Ja, want dan is het natuurlijk frustrerend dat wij een risicovolle, wat meestal dan dure ingrepen zijn, gaan uitvoeren bij iemand die zegt bij de beste calamiteit, stop er maar mee. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dus als u zegt te alle tijden, ten alle tijden, maar ik heb ook een professionele autonomie. Ja. Hoe ver gaat dan die professionele autonomie? Want mensen zeggen, reanimeer me niet, maar dat is ook weer een beetje flexibel. Wanneer wel, wanneer niet? Het is lastig om het zonder voorbeelden erbij te noemen, maar het is denk ik ten eerste terecht dat iemand die erover nadenkt, dat bijvoorbeeld ook met zijn huisarts bespreekt, mm-hmm. voordat hij een situatie meemaakt dat hij gereanimeerd zou kunnen gaan worden. Ja. En dat kan een heel goed gesprek zijn, ook over andere wel of niet behandelingen. Maar ik heb het ook wel meegemaakt in het ziekenhuis, dat ik geroepen werd bij wat genoemd werd een reanimatiesituatie. Ja. Ik dacht van, hier moet ik niet aan beginnen. Nee. De omstandigheden waren dusdanig voor mij, met mijn ervaring in dat ziekenhuis, met en het braaksel wat uit de mond liep en de situatie eromheen was. En ik hoorde de verpleging zeggen van, vanmorgen heeft hij nog gezegd dat hij niet gereanimeerd wil worden. Ja. Met de chemotherapie die hij gehad heeft en de stamceltherapie die niet aangeslagen is. Ja, al die dingen moet je eigenlijk meerekenen. Nou ja, maar dat gaat in seconden op zo'n moment. En ondanks dat ik niet zo'n niet-reanimeren verklaring had gezien, ben ik er toch niet aan begonnen. Nee. Ik heb wel eerst getoetst bij alle aanwezigen, kan je daarmee instemmen? Ja. Want precies wat u zegt, het is ook voor de omstanders een verlies. Ja. En ik vond het wel
volgens mij was het Cleveland ziekenhuis, een ziekenhuis in Amerika, die op heeft ingevoerd heeft dat bij een onverwacht overlijden, waar een reanimatiepoging gedaan is, laten we ook op een goede manier afscheid nemen. Door even niet zomaar weg te lopen daarna als het mislukt is, maar erbij te blijven. Maar ook tijd te nemen voor de nabestaanden als het ware, ja. Voor zichzelf? Nee, ook voor het personeel. Ja. Eventjes er stil bij te staan van, dit was meneer zo en zo. Ja. Hij werd opgenomen met dat plan. Het is niet anders, we hebben ons best gedaan. En de familie is er wel of niet bij, bij die woordjes die gewisseld worden. En nu gaan wij definitief afscheid nemen. Ja. Nou ja, als het gaat over behandelen, al dan niet behandelen, komen we ook bij het thema overbehandeling. Is dat mogelijk? Is er... Ja, dan zijn er is momenten de dokter, dat u zegt, ja, nu is het niet meer zinvol? Kijk, alles, het is in het dagelijks leven, in het normale leven van een beroepsbeoefenaar. We hebben met mensen te maken die je eigenlijk behoort te zien als je medemens. En medemens is gelijkheid. Dus je gaat dat open gesprek als professional aan met die patiënt. Dit zijn de mogelijkheden en dit zijn de risico's. Ik denk dat deze behandeling voor u goed is. En je staat er eigenlijk, zeker in een ziekenhuis, nooit alleen voor. Je hebt je collega bij wie je ook bij wie je te raden kan gaan. En dat je denkt van, moeten wij dit nog wel doen, willen doen bij deze patiënt? Ja. En dus je hebt je toetsingskader. Dat weeg ik mee. Ik bedoel, ik vind het oordeel van mijn collega heel belangrijk. Kijk, we kunnen, daar had ik het met meneer Lievers ook over. We kunnen zo ongelooflijk veel, zeker in mijn vak als cardiologie. We kunnen via de lies hartkleppen binnenbrengen en noem maar op. Kunnen ze ongelooflijk veel. Te bijna eigenlijk op de stoel van de schepper gaan zitten. En dan is het belangrijk om je te realiseren dat het een medemens is. En twee, ook jouw mening te toetsen bij jouw collega in het team. Wat vind jij er nou van? Hoe ver kunnen we gaan? En dat dan daarna in een open gesprek met de patiënt en de familie aan de orde te brengen. Altijd bespreken. Wat ik zelf heel belangrijk vind, wat ik heel vaak op de preoperatieve poli ook besproken heb met de patiënt. Je hebt het wel te horen gekregen, deze operatie. Je kijkt er een beetje gespannen naar en ook je hoopt er wat van. Maar denk er eerst eens over na. Ja. Wil je het echt wel zelf? Ja. Want het feit dat iemand ja zegt na het eerste gesprek met een chirurg of een cardioloog of welke, wat die de specialist ook is. Wil ik niet zeggen dat hij later misschien gaat denken, maar wil ik het Ja, maar kan hij het helemaal wel overzien. Ga er echt eens over nadenken. Ja. En ben je christen, ga er ook eens met je pastoraal team over praten. Ga er over bidden. Hoe sta ik daar zelf echt? Met welke overtuiging ga ik daaraan beginnen? En ik zeg ze ook wel eens, je mag van mij een second opinion hoor. Want ik bedoel, je hoeft je niet te houden. En ik heb er goed over nagedacht, maar je hoeft je niet te houden aan mijn uitspraak alleen. Uiteindelijk is het de patiënt die Ja, ik zeg, je mag ook, als je dat op prijs stelt, zorg ervoor dat je in een ziekenhuis van jouw keus gaat voor een second opinion. En dat het dossier daar gewoon is. Zeker bij hele complexe en hoogrisicovolle ingrepen. Ja. En dan nog één dingetje aan toevoegend. Laatst hoor. Iets gemeens. Ja. Een arts doet liever dan dat hij praat. Ja. En daarmee wilt u zeggen? En daarom expres stop ik hier eventjes. Ja. Nou, veel artsen vinden het ook moeilijk om niks te doen. Ze willen natuurlijk het uitleg, maar ze hopen eigenlijk dat van de uitleg en de mogelijkheden van behandeling, dat het vanuit gaat, dat iemand ook zegt, nou, dat wil ik dan wel minstens proberen. Ja. Nou, de patiënt ook zegt, wat zou je doen als het uw moeder was? Die vraag krijgen we ook heel vaak. Hè? Ja, maar het is ook heel vaak zo, artsen willen misschien graag wat doen, maar patiënten willen heel graag wat weten. En dan komen we gelijk bij ons volgende thema, dat is gezondheidstests, APK-keuringen, worden ze ook wel eens genoemd. Maar even nog bij het vorige punt van overbehandelen. Dat kan. Ja. Dat kan, maar dan heb je je collega voor om dat te toetsen. Maar over die gezondheidstest, wat vindt u daarvan? Is dat goed dat ik bijvoorbeeld alles weet over welke kans ik heb om welke ziekte te krijgen? We zijn blij als baby's de hielprik krijgt. En dat we weten of er een bepaalde aandoening is, dat je bepaalde dieetmaatregelen krijgt om erger te voorkomen. Ja. Maar waar we nu over spreken is bijvoorbeeld de zogenaamde bodyscans. Mm-hmm. Die wordt in Duitsland aangeboden worden, dat mensen erheen gaan. Of een DNA laten onderzoeken voor €1000 in Amerika. En dan krijg je te horen dat je wel of niet zoveel kans hebt op bepaalde aandoeningen die je nu nog niet hebt. Mm-hmm. Vanaf dat moment ben je niet meer onbevangen aan het leven. Je wacht op je aandoening alsof er een soort van zwart van Damocles boven je hangt. Die aandoening ga je krijgen. Ja, maar is dat niet ook heel goed? Want dan weet je tenminste, dan kan je het erop voorbereiden dat het eventueel zou gaan gebeuren. Zo wordt het verkocht. Maar de mensen die het gedaan hebben, dat heb ik veel teruggekregen. Er is ook onderzoek naar gedaan, ook in Nederland. Die blijken dan die onbevangenheid op een nare manier kwijt te zijn. Ja. En weet je, er zijn ook aandoeningen waarbij je misschien helemaal niet die test moet willen. Het is verschil of je bijvoorbeeld borstkanker in een vroeg stadium
vaststellen is iets anders dan prostaatkanker in een vroeg stadium vaststellen. Wat is het verschil? Nou, borstkanker is bijvoorbeeld zo te behandelen dat je met veel minder schade en met veel betere overleving dat doorkomt. Ja. Prostaatkanker is zo gevaarloos, al zou je prostaatkanker hebben, je met het waarschijnlijk je hele leven niet. Het wordt bij toeval dan misschien na je overlijden vastgesteld. Maar is het dan niet juist heel handig om zo vroeg mogelijk eigenlijk ziektes te detecteren? Koning Salomo zei al, in veel kennis ligt veel smart. Ja. Dus ik zou goed nadenken voordat je zoiets aanvraagt. Want inderdaad, wat collega Lieverse zei, het kan je hele leven upside down. Waarom wil je alles weten? Ja. En je moet gewoon gezond leven, of je moet niks. Maar mijn advies zou zijn, gezond leven, en zo min mogelijk stress. Want stress is ook niet verstandig. Is ook niet gezond. Het is niet gezond. En nee. Daarbij misschien, uiteindelijk is het niet in de handen van de arts. Mm-hmm. Uiteindelijk is het in de handen van God zelf. Ja, want mevrouw Verbeij zegt, we kunnen als artsen ontzettend veel, maar u zegt dat het is toch niet. We kunnen ontzettend veel en we kunnen straks nog veel meer, maar we zijn niet God. En daar is het wel veilig om het in zijn hand te leggen. Ja. Ja, want hoe ziet u dat zelf, zeg maar, in uw dagelijkse leven? Nou, gelukkig heb ik dat heel vaak meegemaakt, dat patiënten ook konden aangeven van dokter, ik ben blij met uw advies, maar weet u, ik weet ergens anders hangt mijn lot echt vanaf. Ja. En daar was ik helemaal gerustgesteld. Want dat vond ik dan zoveel prettiger om dan die analgesie te gaan geven. Ja. Of dan die pijnbehandeling te gaan doen. Dat, terwijl ik bezig ben, is er nog iemand die meedoet. Ja, hoe is dat bij u, mevrouw Verwij? Heeft u dat ook? Ik heb bij moeilijke beslissingen voor een patiënt heb ik ze altijd gevraagd, wat is die anker in het leven? Mm-hmm. Hebt u een anker in het leven? En dan hadden we vaak hele goede gesprekken. Ja. Niet iedereen geloofde, maar zeker de mensen die geloven, dan heb je toch, toch een andere connectie mee. Het heeft geen invloed op wat ik als professional uitvoer, maar er verandert toch iets in de sfeer en je gaat dan op een andere manier met zo'n patiënt om. Even deskundig, maar de sfeer is toch, omdat je gelijkgestemd bent, wordt de sfeer toch anders. Ja. Harriet Verwij en Paul Lieversen, allebei bedankt voor jullie komst naar de studio. En soms gaat het leven niet zoals je wilt en kamp je met een lichamelijke of geestelijke beperking. Hoeveel is het leven dan nog waard en in welke mate heb je nog regie over je eigen leven? Het kwetsbare leven staat volgende week centraal in Uitgelicht Analyse. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond en graag tot volgende week.